Ja, ik kreeg gisteren een bericht van een leerkracht die aangeeft, ik ben een van de 1000 mensen die aangezegd is om te, die niet meer wordt betaald. Ik heb die vraag gesteld, was tijd om te registreren. Ja, zegt ze, vanwege allerlei mogelijkheden heb ik me niet kunnen registreren. En hoe is de communicatie? Mensen die online registreren en misschien in het buitenland zitten, krijgen wel betaald. En ik niet. Zijn er 1000 mensen uit het onderwijs, begrijp ik, die eind mei geen salaris ontvangen? En is er communicatie geweest met die leerkracht? Ja, het ministerie heeft heel lange tijd, 3 jaren of langer, hebben we geprobeerd te registreren. Men registreert niet en we hebben brieven, we hebben mailtjes, we hebben belletjes gepleegd en het is niet gelukt. En nu is 1 harde eis gewoon, we halen ze uit het systeem en dan krijg je door dat gedonder inderdaad. En ze moeten het gewoon aan den lijve voelen. Dus het is hard om het te zeggen. Maar wij hebben ook gezorgd dat we met binnenlandse zaken afspraken hebben. Als de mensen kunnen bewijzen dat ze niet spoken in de eerste plaats en in de tweede plaats ter onrechte uit het systeem zijn gehaald. We moeten lokaliseren wie zijn die mensen, waar werken ze. En als blijkt inderdaad dat dit soort zaken zijn gebeurd, dat ze geen kansen hebben gehad, dan wordt het hersteloperatie gepleegd. En, maar ze zullen wel aan de lijve ondervinden dat er een gemiddeld zal het een maandje duren voordat jouw salaris weer hersteld is. En als je recht op het salaris van die maand die niet betaald is, wordt met terugwerkende kracht gestort. Maar wij moeten een keertje normeren in dit land. Ja, het is ongehoord elke keer dat je zoveel kansen van die overheid geeft om te registreren. Vanuit de PZ-afdeling, persoonlijk, met contact met, en je komt niet, geen geluid, geen beeld. En dan vind je het erg plotseling als die overheid zegt, oké. Jezelf, je zorgt voor de wettelijke aanpassing in de personeelswet. Dat dit je gaat overkomen als je dat niet doet. En je nog steeds dat niet doet. Mensen, wees eerlijk. Wat moet je verder doen? Als je een kind thuis hebt, u zegt er 5 keer, je moet het niet doen. Je moet het niet doen. En die doet het toch. Wat gaat gebeuren? Wat gaat hij zelf doen? Dus men moet een keertje voelen dat wanneer die overheid zoveel ruimte creëert en je niet luistert, daar hebben we geen andere keus. En die registratie heeft niet alleen te maken met de registratie van ambtenaren die zijn komen registreren. Het zijn ook de mensen die wettelijk gewoon afwezig zijn. En een heleboel van de mensen, dan praat ik over ons ministerie, zijn mensen die dus in het buitenland zitten. Die geen werk verrichten voor dit ministerie. Ja, en dat is het punt. Dus u moet dat bestaand heel goed serieus bekijken. Het is een geweldige mix van mensen. Laten we net het woord voor gebruiken. Inactief zijn. Ja? En sommigen zijn spoken. Die inderdaad een vergoeding krijgen. Een salaris waarvoor geen arbeid wordt verricht. Anderen zijn door om allerlei redenen afwezig. En ze zijn onder die radar. Leidinggevende van een aantal afdelingen geven aan dat mensen gewoon niet komen werken. Een paar vallen onder het noemen van politieke figuren die ook aan het einde van 2020 plotseling een missieve hebben gehad. Dat ze op een bepaald ministerie moeten komen werken, maar plotseling dan geen plek hebben en nooit zijn gekomen. Dus u moet dus dat bestand van die 1032 van mij, van het ministerie, niet onderschatten in 7 categorieën. En we zullen inderdaad een nazorg moeten plegen voor die mensen, inderdaad. Die door werkelijk, als het werkelijk het registratieprobleem is alleen geweest, gaan wij die zorgvuldig met die mensen om. En zij kunnen zich zeker melden aan het ministerie. En als bewezen is dat werkelijk door omstandigheden. Maar feit enige is, er is altijd de oorzaak waarom ben je niet komen registreren. En dat is het. En dus brand- en moordschreeuwen op dit ogenblik is leuk, duidelijk, maar dit signaal is een helder signaal. En elke minister uit de raad van ministers moet in eenheid praten. Het is een beleid van de regering, we hebben het lang voorbereid. En we vonden ook, en veel ministers hebben zorgen geuit, we kunnen chipoti doen. Maar waarom het gaat, we moeten nu een daad stellen.
En elke minister heeft die opdracht gehad zo lang mogelijk te kijken naar hun lijstjes. Ik moet zeggen, die minister van Binnenlandse Zaken heeft een goede job gedaan. De heer Bronto Somohadjo heeft telkens de ruimte gecreëerd naar ministers toe om te zeggen, doe je werk. Saneer uw lijst, zorg ervoor dat niemand wordt op een verkeerde manier aangepakt, op een juiste manier. Bent u het zeker? Ben je het zeker? Hij heeft ruimte gegeven tot de laatste weken. Kijkt u goed nog een keer naar uw lijst. Is het oké? En dan gaan we het doen. En ook de minister van Financiën heeft een paar keer aan ons gevraagd. Beste mensen, ik krijg opdrachten om straks salarissen te stoppen. Voor ik mijn mensen die laatste knopjes ga laten drukken. Be sure. Kijkt u nog een keer. Bent u er zeker van? Dus we hebben wat veiligheidskleppen nog gebouwd de afgelopen weken, maanden. En nu zeggen we, enough is enough. En het resultaat is nu. En nu schreeuwt bij moord en brand. Nogmaals, er is een zorgvuldig natraject voor die mensen die werkelijk met geraakt zijn door de registratie. Het is niet leuk om op deze taal en toon te praten. Maar nogmaals, we moeten normen stellen als overheid. En je moet je eraan houden. En we moeten onze autoriteit herstellen. Want wat er nu aan de gang is in die samenleving is niet goed te praten. De overheid legt normen. Wij hebben die verantwoordelijkheid. Ik neem ook die verantwoordelijkheid als minister voor mijn departement. Echt waar. Dus nogmaals, bericht naar de pers. Het is niet leuk om over te praten. Maar wij zullen hersteloperaties moeten plegen voor die mensen die werkelijk getroffen zijn door zo'n regeling. Maar dan heeft dat deel dat te maken heeft met registratie die niet op tijd zou zijn gebeurd.